Ik ben op weg naar de SEH Heerde. He, want ik heb namelijk een mailtje gekregen van de voorzitter Barend. Die zegt, we zijn de afgelopen 2 jaar heel erg druk geweest om ons clubgebouw een beetje te renoveren. En we hebben dat ook nog een keer op een hele inventieve manier gedaan. Kom even langs, dat ga ik doen. Maar ja, eerst moet deze jongeman wat te drinken. Goedemorgen, meneer de voorzitter. Goedemorgen, Jochem. Staat als een veldheer over zijn sportcomplex uit te kijken. Uiteraard, hè? Ja. Dat is geweldig. Hoe gaat het hier met de SEH Heerde? Het gaat, moet ik zeggen, eigenlijk best wel goed. Best wel goed, hè? Ja. Even voor mij nog, want ik ben dol op afkortingen. SEH. Sportclub Excelsior Heerde. Ik heb begrepen dat hier het clubhuis onlangs aangepakt is. Klopt. Er is een nieuw dak opgekomen. Er zat voor een groot gedeelte nog asbest op. Dat ja. Is allemaal verwijderd. Oi, oi. Het terras was eerst een metertje of 3 breed en dan ook nog maar alleen voor het kantinegedeelte, dus daar. En dit is dus de afgelopen jaren is dit allemaal gebouwd en gemaakt? Klopt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Vooral financieel? Nou ja, goed, daar weet ik niet zoveel van natuurlijk. De penningmeester weet er alles van en die zit binnen. Hallo Hans, ex-penningmeester, begrijp ik. Klopt. Ja. En toen jij de penningmeester was, is dit allemaal tot stand gekomen? Ja. Het is prachtig geworden. Hoe is het mogelijk om dit voor elkaar te krijgen financieel? Je moet veel met vrijwilligers werken, sponsoren, ja. Je netwerken weten, diverse acties. Ja, een van die acties is de actie van Total Energies. Hoe werkt die ook alweer precies? Nou, bij Total Energy heb je een pasje van de tankstation. Ja. En bij iedere liter die je daar tankt, spaar je punten. Okay. En die punten die worden aan het eind van het seizoen worden die omgezet in geld voor de club. Ja. Waar we ze afgelopen jaar tussen de 500 en 600 euro hebben gekregen. Daar heb je de kinderhoek van kunnen maken. Klopt. Heb ik begrepen. Klopt. Het lijken kleine, bescheiden bedragen, maar je hebt het keihard nodig hè, als amateurvereniging. Ja, de slag erom op de taart, zeg maar. Dank voor de uitleg. Geen dank.